In deze video laten we zien hoe de functionaliteit van profielen werkt voor zowel lengte als dwarsprofielen. Dit werkt door een profiel te selecteren, bij het profiel het juiste template te activeren. En nadat het template geactiveerd is, het profiel te gaan genereren vanuit de gevenisfunctionaliteit. Op dit moment wordt het profiel gegenereerd. In dit geval kun je zien dat dit dwarsprofiel twee watergangen snijdt en dat er twee profielen worden weergegeven. Hiernaast kan aangegeven worden wat de locatie is in het profiel en hoe dat ook in de situatietekening getoond wordt. Kun je heel goed zien waar de insteek van de watergang, de insteek van de dijken zit, zodat je een heel goed beeld krijgt van de situering van je dwarsprofiel in je daadwerkelijke. Daarnaast kan er in het profiel heel goed allerlei extra informatie getoond worden. En in dit geval hebben we dat gevisualiseerd door de locatie van de kadastrale percelen op te nemen in het dwarsprofiel. En wat je nu kan zien is dat de kadastrale percelen met hun perceelnummers waar die precies in de locatie van het dwarsprofiel zich bevinden. Zo zie je dat de grote watergang precies op het middenpad van de inspectie- of onderhoudspaden gesitualiseerd is. En op deze manier kun je daar ook andere thema's aan toevoegen, zoals het landgebruik vanuit de BGT of andere type thematische vlakkenkaarten combineren met standaard profieltekeningen. Hetzelfde kun je ook doen met lengteprofielen. In dat geval selecteer je een lengteprofiel en je selecteert het bijbehorende template wat bij lengteprofielen hoort. En je kan op dezelfde wijze weer een profiel genereren.